Wij zijn hier in Sondel en daar hebben we een biologisch dynamisch melkveebedrijf. Met 80 kei en die vullen wel helemaal gas. En dat doen we mooi. Hoi, de mem en ik en mijn zus die de winkel helemaal doet. Wat gaat er gebeuren, Welmoed? Nou, ik zal even een tritje zetten voor de kei. Dan hebben we de kei even los, maar hier is eigenlijk het stukje krijg een beetje te groot. En maar toch, hier komt de hel. Ik doe even een kleren om. Ik doe even een kleren om, ja. Nou ja, het is wel zo, als je dan één keer wat om hebt, dat zit dan zo lekker. Dan doe ik net alle dagen, of alle dagen. Maar dat zit dan goed. Dus dan denk ik, waarom doe ik het net om? Maar het is examen smarrig, hè, in het werk. Nou? Ja, dat je... Ja. Dus, maar is het, ja, het is misschien een beetje smarrig, maar mijn voeten zijn wel aardig schien. Dus, oh, dat scheelt. En ik doe ze elke dag. Maar daar is de, want de statistiek bekend om, begreep ik, dat ze altijd een kwade broek aan heeft. Ja, dat klopt. Ja, ja, ik heb nou van het winter wel voor het eerst even de lange broek aan gehad. Want ik heb koude knippels, maar het is nu inmiddels heel april dat we het nou wel kennen. Nou maar de korte broek weer. Ja, ik steek gewoon in die als een lange broek. Ja. Maar het is krijg wat je bent binnen. Hè? Wij zijn natuurlijk, waar ben ik een soort buiten? Daar ben ik wel aardig gewend toen ik geld. Wist dus, ik een soort oermens dan eigenlijk? Ja, best wel. Nou, ik winter dan. Ik heb de hele winter haast morgen om jou of even in bad zitten, in het koude bad. En dan doe ik even dippen. Nou, dan kom ik van bed, dan doe ik de houtkachel om en even in het koude bad zitten een paar minuten. Even rustig en wekker worden en dan kerst de dag, jongen. My god. Ja, dat wordt een onreden, hè? Kijk wat voor die. Een heel soort familiegebeuren in dit, hè? Ja, we zijn een heel familiegebeuren, ja. En dat ja. Maakt het ik dat het wel heel gezellig is. Heel gezellig. En Siert en ik blowen lekker jong hierbij. Nou, dat Siert is jouw man weer, hè? Ja, dat is mijn man. Ja. Ja, dat doe ik een soort mee samen. Je begint wel direct helemaal te groeien. Aan de kleur, hè? Ja. Ja, ja, dat valt mij ook op. Ja. Ja. Wie is dat dan? Oh, Johan! Ja, dat is Johan. Okay. En Johan is uw schoonzoon. En mijn zwager. Ja. Johan, kerst hij wat steende houden hier? Het is behelpen. Ja. Ja. Snap. Ja. Nee, maar hij heeft geen keus. Nee, hij heeft geen keus. Nee, maar weer al 15 hier, dus op zich. Als je wist wat bent. Wil wel wat ja. Oh ja, want dan ben je dan zijn vrouw? Ja, ik ben dan wel zijn vrouw, ja. Oh. Ja, ja. En wel met haar zus, ja. Ja, 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 ja. En dan is de winkel. Ik doe de winkel, inderdaad. Nou ja, wat we hier zeggen is eigenlijk heel vol van eigen assortiment. Maar ik heel vol van lokale boeren. Dus, en alles is biologisch of biologisch dynamisch. En met name waar we heel blij van worden is dat het gewoon van de lokale bodem is. Oh, een hartje. Dat wist ik nog te lezen. Wat heen je, wat heen je met al die hartjes? Ja, wat hebben wij met hartjes? Ja, dat is nou ja, de grondlegger van de hartjes, dat is Joke. Oké. Okay. Ja, ja, die had echt, nou ja, die screwt eigenlijk vroeger al oerl al een hartje op. En dat hebben wij eigenlijk alle keer oernaam. Dus dat is gewoon ja, mooi leerde dingen van. Als je werk je vanuit je hart en handel je vanuit je hart, ja, dan wordt de verhaal alleen maar volle mooier van. Jo, ben ik wel een beetje een hele hippie eigenlijk, hè? Is dat zo? Ja, het gevoel krijgen. Oh ja. Ja, nou, ik ben wat een baldadig. Ja? Jawel. Wat is jouw rol eigenlijk in dit... Oeh, dat is wel een hele intelligente vraag. Dank je. Maar ja, een beetje mooi denken en wat, vooral wat uitvoerende werkzaamheden dan. Dus je hebt wat een wonderlijke familie hier, dat idee krijgt wat. Ja, nee, wij hebben een leuk stijl om zo te zeggen. Ja, we moeten een beetje fleur en wil in het leven hebben. En dat wist ik nog wel aardig beroemd, hè?
Nou ja, beroemd, dat is uiteindelijk weer een keer zat. Of nee, ik hier zelf, ik was op Instagram en was dan just een heel soort negatieve dingen op boeren. Of negatieve dingen, maar net echt boeren die zelf het verhaal van kennen. En toen dacht ik, waarom doe ik dat net gewoon? Dus toen heb ik gewoon de telefoon gepakt en ben begonnen filmpjes te maken van wat we door hebben beleven, bepleerd. Hoe mooi het eigenlijk is, toch? Vooral de positieve kanten van in ieder geval. En toen is dat langzaam eigenlijk een beetje gegroeid als... dat je steeds wat meer volgers krijgt. En dat is hartstikke leuk. Ja. Maar je moet het jezelf bloeien. Nou, dat zou ik krijgen voor de kleren. Nou ja, de kleren, dit is wat het is. Maar ze vermaakt je wel als hele familie. En dus ja. Ja, het is mooi om het samen met een van te kennen. Ja, hopen dat het nog langzaam mooi. Nou? Ja, precies. Ja, daar ben ik helemaal voor.